zijn de stuk van de L crème glaces. Dat is 2/7 eigenlijk. 2/7 bezig. Ik zelf ben pistache. En ik ben Timarissou. Wij hebben het Mano Mundo lied geschreven. Nee, we wouden toch wel iets extra's voor Mano Mundo doen, omdat dat toch wel een zomers, leuk, familiaal, pangelijk festival is. Ik dacht, we komen, maken er een nummer voor en ze hebben dat ook gebruikt. En we hebben het nu ook gespeeld op het podium en ik denk wel dat het dans doen, de mensen ook zoiets hadden van hey, dat ken ik. Dus dat is wel heel plezant. Voor jullie zelf. Het publiek was uitbundig, geweldig, tof, echt wel, echt wel. Fantastisch. De linkerkant, de rechterkant, maar in het midden echt geweldig. Geleden op een klein podium. Het is inderdaad fantastisch dat we nu hier kunnen staan op het hoofdpodium op een fantastisch uur op wanneer de zon ondergaat. Het magische moment is. De site. De site. De MySpace. Wacht, zullen we het zo doen? Gaan we hem onder de band geven zo? Dus als je hier, ja, hij komt erop, voilà, www.elcremelaskis.be of www.myspace.com/decremetjes, die is daar, voilà, of www.ecgq.be. ecgq.be. Ik ga ook nog de groetjes doen, ondanks een bompa de George. Twee komen over bepalen. Ik moet de nagels en de spijkers sorteren voor de grote fabriek.
En voor hoeveel euro per dag? Ik verdien 1,20 euro per dag. Het jobje dat ik nu doe, dat is 1 euro per dag dat ik doe. En dat is een jobje dat bestaat in India bijvoorbeeld, waar dat mensen kiezels sorteren per grootte, per kleur, per maat, om dan achteraf verkocht te laten worden. Wat kunnen mensen hier komen doen? Het is eigenlijk vooral om het onwaardig werk dat wereldwijd nog steeds plaatsvindt aan te klagen. En er is nu een campagne van 11.11.11 in samenwerking met de 3 vakbonden om dus eigenlijk stemmen in te zamelen of aantekeningen in te zamelen tegen onwaardig werk wereldwijd. We moeten de aandacht trekken om mensen naar hier te krijgen om ons te laten inhuren, zodat ze binnen een contract kunnen gaan tekenen en kunnen gewezen worden op het feit van dat overal ter wereld bestaat nog in feite onwaardig werk. En voor hoeveel kunnen ze u inhuren? Dat is eigenlijk peanuts, 1,5 euro per dag. Dus voor 1,5 euro per dag een hele dag werken? Mogen ze mij alle jobjes laten doen in principe die ze willen, dat kan wel zeggen wc, toilet bezet houden of pintjes gaan halen of noem maar op. Meer dan de helft van de werkende mensen ter wereld werkt nog steeds onder mensonwaardige omstandigheden. Daarom is het heel belangrijk dat ook u vandaag de petitie tekent voor waardig werk wereldwijd. Dat kan heel de dag lang aan de werkbank.